Mijn eerste gast van vandaag is de beste wielrenster van Nederland aller tijden, Leontien van Moorsel. En we hebben afgesproken in Ahoy. Midden in Ahoy. Ahoy! Leontien! Hey! Is dit apart? Dit is toch niet normaal? Nee. Dit noemen ze nou een leeg Ahoy, in plaats van een vol Ahoy. Het voelt niet goed. Nee, hè? Nee, dit voelt niet goed. Waarom wilde je hier afspreken? Waarom ik hier af wilde spreken? Hier kwam ik als heel klein meisje. Ik denk dat ik 8, 9 jaar was. Ja. En dan ging ik met een, voor mij, een mega grote touringcar. Met allemaal jeugdrenners. Gingen wij hier een paar keer per jaar gingen we kijken. Vanuit Brabant? Vanuit Brabant, met zo'n touringcar. En dan gingen we kijken naar Ahoy op zondag. En ik vond dit zo spectaculair. En ik weet nog dat een van mijn gedachten was van mocht ik later ooit groot zijn, ja, dan weet ik niet of dat ik het durf. Maar als ik het durf, ja, hoe cool zou dat zijn? Om hier te fietsen? Om hier te fietsen. Wanneer ben je met wielrennen begonnen? Mijn broertje is begonnen met wielrennen en ik ben een jaar jonger. En mijn zusjes, die zaten toen in de puberteit en die moesten altijd op dit vervelende kleine meisje passen. Ja. En dat hadden ze een paar weekenden gedaan. En toen zeiden ze echt tegen moeders van, hey, zoek het even lekker uit. Ze klikt alles door, neem ze lekker mee naar dat wielrennen. Toen zei mijn moeder, de fiets van Jan is te klein, Leontien, jouw motoriek is ook niet al te best. Hier heb je de fiets en ga maar oefenen in de straat. En ik dacht alleen maar, weet je, als ik dat ga doen, dan heb ik gelijk een hele mooie racefiets. Dat was voor mij echt gewoon, ja, een droom die uitkwam. Zo'n hele mooie Libertas fiets. Ja. Ik geloof een fietsje van 150 gulden. Maar vond je het wel meteen leuk? Ja, ik vond het wel meteen leuk. Want ik vond het heel cool natuurlijk. Ik vond die racefiets vond ik cool. En ik vond natuurlijk het spelen. Want ik ging natuurlijk altijd met mijn broertje mee. Het waren allemaal jongens. Vond ik ook heel leuk, heel gezellig. Had je meer met jongens dan met meisjes? Ja, ik was wel one of the guys. Ja. Ja. Hoe komt dat jij one of the guys was? Ja, jullie kunnen het je niet voorstellen, maar ik wilde vroeger, zeg maar, toen ik net begon met wielrennen, had ik echt zoiets van, Leontien is een stomme naam, ik wil gewoon een jongensnaam. Dus echt mijn waar? Bijnaam is Tinus en ik heb heel lang gedacht van, dat is allemaal veel stoerder. En ik wilde, vroeger wilde ik fietsmaker worden en ik moest helemaal niks van meisjes dingen hebben. En nu ben ik de grootste tut die er rondloopt. Dus wat dat betreft, er kan heel veel veranderen in het leven. Ja, maar hoezo ben je nu een tut? Nou, en ik ben niet een tut, maar ik ben wel echt wel een meisje. Ik vind het leuk om leuke kleding aan te hebben, make-upie, haar. En vroeger, ik had heel lang zwart haar, dat moest kort geknipt worden. Ik heb ook nog geprobeerd om te plassen als een jongetje, dat lukte niet. Waar? Wil je eigenlijk ook een jongetje zijn? Ja, ik heb wel een aantal jaar van mijn leven dat ik echt dacht van, jongens, dat is toch allemaal veel stoerder. En dat komt natuurlijk ook wel door de wielersport. Maar ja, dat heeft, ik ben er ook overheen gegroeid, maar ja, ik heb daar wel een paar allemaal jaar goed gekomen, ja, toch? Ja, en daarom is mijn bijnaam is Tinus en daar luister ik nog steeds. Niemand in mijn familie noemt niemand mij Leontien. Het is of Tinus, of Ties, of Tieske, maar het is, in de familie is het nooit Leontien. Hey, maar Tinus, hoe keken ze dan tegen je aan vroeger? Als meisje in de jongensport? Ja, in het begin is dat natuurlijk niet makkelijk geweest. Want zeg maar dat ik echt een jongetje wilde zijn, dat heeft misschien 1,5, 2 jaar heeft dat geduurd. Maar daarna werd ik echt een meisje. En dan zit je toch in, ben je toch, ja, maak je onderdeel uit toch van een beetje een jongensport. Mm-hmm. Dus ja, dat is niet altijd makkelijk geweest. Want ik kan me ook nog herinneren dat je dan zeg maar je jeugdcategorieën afsluit. En dan ga je over naar de nieuwelingendames en dan juniordames. En dan ga je over naar de dames. En toen waren daar heel, bij de dames in de damescategorie waren heel veel van die hele stoere meiden. Ja, en ik was toen echt al een meisje met make-upje en dingetje. Ja, dat was niet makkelijk. Dat was ook weer niet makkelijk. Wat was daar moeilijk aan? Omdat, ja, ik had zoiets van, ik voel me hier lekker bij en dit is wie ik ben. En iedereen mag zijn wie die wil zijn. Maar anderen vonden dat, ik moest maar hetzelfde zijn als zoals zij eruit zagen. Dus dat is niet makkelijk geweest. En ik ben wel heel trots op mezelf dat ik echt gewoon wel
heb gezegd van nee, dit is wie ik ben. En of je me nu leuk vindt of je vindt me niet leuk, dit is Leontien. En ik voel me lekker met een beetje mascara op de fiets en een lippenstiffie. Nou, helemaal prima. Dus, ja. Maar dan moet je wel stevig in je schoenen staan. Ja, wat deed het met jou? Nou, uiteindelijk heb ik altijd negatieve dingen, heb ik wel omgezet in kracht. Dat ik echt zoiets had van, nou, lach maar wat je lacht, maar weet je, wil je me volgende keer kloppen? Jij gaat nooit meer winnen van mij. Dus ik zette het altijd wel om in, ik zei dan niks, maar op het moment dat we dan moesten gaan strijden voor de overwinning, dan zag ik dat gezicht voor me die me uit had gelachen. Ja? En dan denk ik, nou, ik sterf nog liever dan ja, dat precies, jij... Over jij mijn lijk. Ja, over mijn lijk. Maar jij gaat hier vandaag niet winnen. Dus ja, dat heeft me als mens heeft me dat ook wel gewoon gevormd. Ja. Maar ja, als je een zwak karakter hebt of je staat niet zo sterk in je schoenen, dan is dat niet makkelijk. Wauw. Hé, waar gaan we nu heen? We gaan naar de Brienenoord. De Brienenoord. We gaan naar de Brienenoord. Vertel daar het verhaal maar. Ja, dat ga ik doen. Tinus. Nou, we gaan naar de zweetdruppels. En die liggen daar wat hoor. En dan moeten we vanwege de coronia natuurlijk wel die mondkapjes op. Ik ga hem opdoen. Die melkkorven. We gaan er steeds beter uitzien zo. Nou, ik heb nog nooit zo'n mooie auto gezeten. Dat bedoel ik. Hey. Is dit een wereldbak? Wat is het verhaal achter de Van Brienenoordbrug? Nou, dat zal ik eens even vertellen. Zie je al die zweetdruppels liggen daar? Of die druipen er zo nog vanaf? Dat is, hier is bloed, zweet en tranen. Ik praat altijd over mijn eerste carrière en mijn tweede carrière. Mijn eerste carrière heb ik heel veel getraind in Brabant. En mijn tweede carrière heb ik ervoor gekozen om in te trekken bij mijn schoonouders. Omdat die mij ook heel erg hebben geholpen om mijn eetstoornis te overwinnen. En toen ging ik mezelf weer een beetje herpakken en toen dacht ik dus aan mijn tweede carrière. En toen heb ik, als ik bergop wilde rijden, dan reed ik 20 keer de Brienenoord. Dus dit was eigenlijk een beetje jouw heuvel, jouw berg? Dit was mijn berg. Dit was mijn Rotterdamse berg. En dan ging ik 20 keer gewoon volle bak opsprinten. En dan voelde ik mijn benen wel. Ja, dus die Brienenoordbrug was jouw Alpe d'Huez? Ja, een beetje wel. Ja, anderen die gingen trainen in de Pyreneeën of in de Alpen. Ja, in de Alpen. En ik pakte, gewoon de Rotterdamse brug, de Brienenoord. Ja, maar het is toch ergens goed voor geweest. Ja. Ja. Hey, ik heb je gevraagd of je een plak wilde meenemen. Ja. Heb je dat gedaan? Ja. Ik heb hem in mijn broekzak zitten. Wauw. Ik heb ook de meest bijzondere meegenomen. Waarom is dit de meest bijzondere? Nou, ik heb 4 gouden plakken. En ja, dit zegt iets over mij. Wat zegt het? Na tegenslag. Ik viel in de wegwedstrijd in Athene. Ja. En 3 dagen daarna pakte ik goud op de tijdrit. Dus dat is wel iets wat ik dus van huis uit heb geleerd. Nooit bij de pakken neer gaan zitten, jezelf proberen te herpakken en doorgaan. Ik heb niet zo van, ik ben trots, maar ik ben op heel veel dingen trots. Ja. Ik ben ook trots op mijn kind. Tuurlijk. Ik ben ook, ik ben op heel veel dingen ben ik trots. En dit is een deeltje van mijn leven. Maar het is niet zo dat dit het enige is waar ik trots op ben. Maar hoe belangrijk is dit in je leven? Ja, het is een stukje van mijn leven. Maar niet het allermooiste of zo. Nee, ik vind de geboorte van Indy en de glimlach van Indy iedere dag, ja, vind ik vele malen mooier. En je dochter, ja. En hetgeen wat ik nu doe in het Leontienhuis om kinderen met eetproblemen of mensen met eetproblemen te helpen. Ik zeg altijd, met goud winnen tijdens Olympische Spelen maak je mensen blij. En op het moment dat je levens redt, maak je echt het verschil. Mooi gezegd zeg. Ja. Kan zo op een tegeltje. Ja, maar dat is ook echt hoe ik het voel. Dus leuk. Geweldig. Mag ik eens vasthouden? Tuurlijk. Hij is zwaar hè? Ja. Zo. Ik zou heel snel wegrijden met dat auto. Er ligt bijna een laag ijs op. Zullen we gaan? Sorry. Ik kan het niet te geloven. Fijn hè, dit? Zet die kachel aan. Doet hij het nog? Kachel op sambal. Oh, kachel nou. Op sambal. Oh. Zo, waar gaan we heen? We gaan naar mijn favoriete straat in Rotterdam. En daar heb je de leukste winkel van Rotterdam. Op de Meent. Op de Meent. Op de Meent. We gaan naar de Meent.
is een mooi zaakje. Mooi, hè? Ja. En waarom is dit dan zo'n belangrijke plek voor jou? Nou, toen ik voor de eerste keer hier binnenkwam en ik ging Dante 6 dragen, ja, ik voelde me heel zelfverzekerd. En dat is wel eens een tijdje anders geweest. Ja, want jij hebt het heel moeilijk gehad. Ik heb een eetstoornis. Ja, ik heb 8 jaar lang heb ik een eetstoornis gehad. Toen had ik een heel slecht zelfbeeld. Maar waar komt jouw slechte zelfbeeld dan vandaan? Want je had eigenlijk alles mee. Je was een kampioen. Ja, maar ik denk in mijn jeugdjaren had ik niet een slecht zelfbeeld. Maar dat is wat de eetstoornis met je doet. Dus op het moment dat je een eetstoornis ontwikkelt, dan krijg je dat vertekende zelfbeeld. Het is heel raar dat ik nu foto's zie van de periode dat ik zo ziek was. En dat ik toen dacht van nou, ik zie er goed uit. Nou, je zag bijna mijn hart bengelen. Zo ziek, zo mager. En dat je zelf voor de spiegel staat en dat je denkt, ja, maar dit is vet op mijn buik. Dus dat is gewoon een mindfuck. Dat gewoon in je hoofd, dat zeg maar de eetstoornis, jou dat laat denken. Dat is, ja, dat is echt heel apart. Hoeveel heb je gewogen op het dieptepunt? 43 kilo. Zo. Ja. Dat is niks. Nee, echt. En niks. En dan ook nog met spiermassa. Dus ik had zo'n laag vetpercentage. Mijn totale body was gewoon een landkaart. Dus daar zat gewoon helemaal niks meer overheen. Je zag gewoon de aders door heel mijn lijf gewoon lopen. Maar ben je niet bang geweest om dood te gaan dan? Ja, en dat is misschien ook wel mijn geluk geweest, want ik wilde niet dood. Toen ik dat voelde, toen wilde ik eigenlijk maar één ding. En dat was niet meer winnen, maar gewoon de vrolijke Brabantse Leontine worden. Weer. Ja. En dat is ook echt mijn motivatie geweest om beter te worden. Gewoon weer een blij ei. Wat ik nu ook ben. Dat kan je wel zeggen, ja. Dat is veel beter. Ja, dat is beter. Dan is het leven toch veel leuker. Nou, dat lijkt me wel, ja. En hoe gaat het nu met je? Want er staat hier een lekker schaaltje met zoetigheid. Ja. Kan je dat gewoon eten? Ja, ik heb er net alleen op. Ja. Jij keek net even de andere kant op. Toen had ik het. Zullen we er nog eentje nemen? Boterkoekie? Ja, lekker. Lekker, joh. Maar nee, die vind ik niet lekker. Deze vind ik wel lekker. Ja. Ja. Lekker, hè? Nou, ik vind het wel lekker, hoor. Hoe moeilijk was het voor jou om weer te gaan eten? Om echt weer veel in je mond te stoppen? Nee, heel moeilijk. Dat is heel moeilijk geweest. Dat is echt. Waar moet ik het mee vergelijken? Dat is 20 keer Brine Noord niks mee. Het is echt de allerzwaarste bergenetappe die ik ooit in mijn leven heb gereden. Dat is echt, dat is onmenselijk. Weet je, je gaat een stukje omhoog en dan gaat het goed. En dan gebeurt er weer iets en dan ga je weer een stukje naar beneden. Hup, en dan moet je weer een stukje verder omhoog. Maar op een gegeven moment kom je boven op die berg en dan denk je, nu is het leven weer veel mooier. Ja. Ja, hoe kijk je er nu op terug? Ik zou alles in mijn leven over willen doen, maar niet die periode. Ik ben niet voor niks dat huis begonnen. Weet je, ik gun jonge mensen en mensen met eetproblemen, niet alleen jonge mensen. Mensen met eetproblemen gun ik dit gevoel. Gewoon dat ze die balans vinden, net zoals ik die heb gevonden. En dat ze gewoon blij zijn. Ja, maar het moet ongelooflijk veel voldoening geven om die meiden te kunnen helpen. Ja, en ik zeg heel de tijd meiden, maar het zijn natuurlijk niet alleen meiden. Want wij helpen ook jongens vanuit het Leontinehuis. Nee, dat geeft heel veel voldoening. Nog meer voldoening dan Olympisch goud. Ja. Ja, ja, absoluut. Nou, dat zegt genoeg, hè? Nee, ja. Het is heel zwaar werk, maar ook heel mooi. Heel dankbaar. Ja. Super. Ja. Ik vind je echt een Geerse Griet. Nou, dat is mooi. Om dat uit de mond te horen van een echte Rotterdammer. Hey, ja. Ja. Mag ik nu mijn brownie opeten? Want ik mag niet meer volle mond praten. Dus kan jij even gewoon je kaders houden, of is de Rotterdams gezegd? Nou, ik vind het echt. Ik hou mijn mond.